Hallo mensen van Darkside, welkom bij mijn eerste indruk over het switchen van Android naar iOS. Klein dingetje waarvan je ook wel al zou gedacht hebben dat iOS er ondertussen na 9 of 10 jaar ook wel al zou gehad hebben, is een close all button waar je gewoon alle apps mee kunt sluiten die op die moment openstaan. Het is behoorlijk vervelend als je je gsm aan het gebruiken zit, zit verschillende dingen aan het doen en wilt dat gewoon allemaal sluiten, dat je dat allemaal één voor één naar boven moet slepen. Dat vind ik persoonlijk een heel vervelend proces. Nu, persoonlijk ben ik zo iemand die voortdurend alles sowieso al sluit, dus voor mij is dit een heel minime irritatie. Ik bedoel, ik heb zelden meer dan 2 of 3 apps openstaan, misschien soms 4, maar ik kan me echt wel voorstellen dat er mensen zijn die zich hier meer aan irriteren. En ook voor mij is het gewoon irritant om niet gewoon alle 3D apps in één keer te sluiten. Als je bijvoorbeeld in pauze gegaan bent en je gaat weer beginnen werken of je gaat je les weer beginnen, is het gewoon veel handiger om allemaal tegelijk te sluiten. Maar App Store zitten Android en iOS eigenlijk ongeveer op dezelfde hoogte. Ze hebben allemaal verschrikkelijk veel apps, meer dan dat je ooit een hele leven zou kunnen nodig hebben. Er is echt wel een app voor alles op allebei van die besturingssystemen. Maar is dat ik vooral de laatste dagen toch wel een klein beetje gemerkt heb, en het kan iets persoonlijks zijn, het kan toeval zijn, het kan iets zijn waar dat ik volledig verkeerd in ben, dus quote mij er niet op, maar ik merk tegelijk dat ik qua games meer games vond die echt wel de moeite zijn op iOS dan op Android. Ik had persoonlijk wel de indruk gelijk dat ik op Android meer games vond, zo van developers die zo een jaar of 4-5 geleden een keer een game hebben uitgebracht voor zo een keer te proberen, en dat ik op iOS toch wel meer games vond die echt de moeite waren om te spelen, van developers die toch echt wel actief zijn nog en die toch echt wel moeite gedaan hebben voor die een game precies. En de reden waarom dat ik denk dat dat zo is, is omdat op Android dat je echt wel een zwart miljoen verschillende modellen hebt van smartphones die allemaal verschillende snelheden hebben, verschillende mogelijkheden hebben, verschillende schermformaten hebben enzovoort. En op iOS heb je ook wel verschillende modellen, zeker na zoveel jaren. Maar dat blijft toch echt wel heel beperkt in vergelijking met Android. En developers kunnen zich dus ook gewoon beter focussen op één bepaald model. En op die manier denk ik ook dat het misschien gewoon aantrekkelijker is. Een positief punt van iOS waar ik tot nu toe nog niet echt veel van gemerkt heb, maar waar ik in de toekomst ongetwijfeld wel nog veel van zal merken, dat zijn de jarenlange updates die je op iOS hebt. Op Android is het zo, naar mijn ervaring toch alleszins, als je een 1,5 jaar lang updates krijgt van uw fabrikant voor uw gsm, dan is dat al vrij veel. Ik heb er 2,5 jaar gekregen met een Xperia Z. En dat is echt wel uitzonderlijk veel voor een Android smartphone. Zeker als je gaat voor iets wat goedkopere Android smartphones, merk je echt wel dat na 1,5 jaar, een jaar dikwijls zelfs al, de updates al stoppen. Terwijl iPhones krijgen jaren aan een stuk, jarenlang updates. Ik denk dat de iPhone 4S heeft iOS 9 zelfs nog gekregen. En daarbovenop komt dan nog eens het feit dat je op iOS de updates direct krijgt als Apple ze uitbrengt. Dat duurt hooguit een week eer dat je eigenlijk die update krijgt, rechtstreeks van Apple. Terwijl als je een update krijgt voor een Android gsm, dan is dat dikwijls al afwachten, zoals dat ik juist al zei, of dat je hem überhaupt gaat krijgen. Maar ook is het ook nog eens een feit dat dat heel lang kan duren eer dat jij die update eigenlijk krijgt, zelfs als je hem krijgt. Soms kan dat meerdere maanden tot zelfs een vol jaar duren eer dat je die update eigenlijk krijgt. Dat kan echt heel lang duren. En zeker als je iemand bent gelijk ik, die wel een klein beetje op die updates zit te wachten, omdat je weet dat ze er zijn, dan is dat toch echt wel frustrerend dat je die updates nooit of gewoon heel laat te zien krijgt. En op iOS heb je dat probleem niet. En persoonlijk denk ik dus wel dat in lange termijn die updates mij wel veel goed gaan doen. Dat heeft mij bij mijn Xperia Z ook altijd heel veel goed gedaan, die update. Dus ik denk ook echt wel dat het mij op iOS nog veel geluk zal brengen. Dat ik jarenlange updates zal hebben. Dat ik na een paar jaar niet met een gsm zal zitten die verouderde software draait, zoals ik bij Android wel bijna altijd het geval was. De volgende is een beetje ervaring gebaseerd. Dus neem alles wat ik zeg een beetje met een korrel zout. Maar wat ik persoonlijk na 2 weken gemerkt heb, en dat is dat iOS heel stabiel is in vergelijking met Android. Ik werk nu
2 weken met mijn iPhone en ik heb nog geen enkel probleem gehad op vlak van crashen of ineens plots beginnen vertragen of blokkeren. Ik heb nog niks van problemen gehad met mijn iPhone op dat vlak en ik merkte echt wel, Android is op deze vlak enorm verbeterd als ik Android vergelijk van 2010. Hoe instabiel dat toen was, maar hoe dat het nu is, is dat verschrikkelijk veel verbeterd en is het verschil echt niet zo groot niet meer. Ook Android is tegenwoordig een heel stabiel besturingssysteem waar je wel kunt op vertrouwen. Maar de manier waarop dat iOS niet blokkeert, niet crasht, niks doet, tot nu toe heb ik heel positieve ervaring met iOS op dat vlak. En denk ik toch wel dat iOS op dit vlak nog net dat klein beetje beter is. Maar opnieuw mensen, het is een eerste indruk, dus dat kan allemaal nog veranderen. Het kan goed zijn dat ik hier volgende week zit te klagen hoe dat mijn iPhone continu blokkeert. En dan de voorlaatste is opnieuw een klein nadeeltje en dat is dat de camera-app van iOS toch echt wel wat wensen overlaat. Nu op zich doet die app heel goed zijn werk. De autofocus bijvoorbeeld is iets dat heel goed werkt op de app. En het is natuurlijk de bedoeling van de iOS camera app dat die gewoon simpel is. Dat die gewoon zijn werk doet. Dat niet al te veel dingen zijn waar aan moet prutsen. Maar wat ik persoonlijk toch ook wel vind is dat simpele instellingen zoals uw foto's nemen in breedbeeld of gewoon de resolutie van uw foto's te veranderen, dat dat gewoon mogelijk zou moeten zijn met de standaard camera app. En geloof het of niet, dat kunt je dus niet in iOS. Je moet foto's nemen in 4x3, 16x9 is niet mogelijk. Je kunt de resolutie niet veranderen. Je hebt echt maar een knopje of 5 om te veranderen. En dat is het. En dat vind ik persoonlijk toch echt wel gelimiteerd. Je kunt natuurlijk extra camera apps kopen op de App Store. Maar naar mijn mening zou het er gewoon simpelweg standaard in moeten zijn. En dan als laatste een kleine mini-review over Siri. En mijn ervaring met Siri is dat het de helft van de keren bij mij niet werkt. Dat is bij alle stembesturingen die ik ooit geprobeerd heb zo geweest. Bij mij marcheert dat totaal niet. En als ik het wil gebruiken, moet ik zodanig algemeen Nederlands spreken dat het echt niet gemakkelijk is om te doen zo. Dus naar mijn mening is Siri niet echt iets waar ik veel aan heb. En dat was bij Google Now en alle andere voice commanders ook al zo. Dus dat is naar mijn mening niet echt een voor- of een nadeel van iOS. Dat is gewoon iets dat, juist gelijk alle andere stembesturingen ooit, maar half goed werkt en nog eigenlijk weinig aan heb in dagelijks gebruik. En over het algemeen dus hebben ze allebei hun voor- en nadelen. Ik zal nu in de toekomst meer en meer natuurlijk gaan merken of dat overstappen naar iOS echt de beste keuze was. Dat is iets dat nog moet blijken. Maar over het algemeen ben ik tot nu toe meer dan content van iOS. Het heeft zijn tekortkoming, maar het heeft ook zijn positieve punten. En die nadelen zijn dingen die ik wel had zien aankomen. Dat zijn dingen die ik op voorhand heb opgezocht en heb onderzocht. En ik wist dat dat nadelen gingen zijn. Ik wist dat dat zo was voordat ik erin ging, omdat ik mijn research heb gedaan. Dus dat was allemaal voor mij geen verrassing. En voor mij was het dus ook niet echt iets waarvan ik had van, fuck, dat is een nadeel. Want ik wist dat allemaal op voorhand. Ik was erop voorbereid, dat had ik allemaal meegerekend toen dat ik de beslissing nam om over te stappen. Maar mensen, hier ga ik het bij laten. Hopelijk vond je het een beetje interessant. Laat een like achter als je een goede video vond. Reageer wat voor besturingssysteem dat jij gebruikt op je gsm. Gebruikt je Android, Windows Phone, iOS, wat is daar nog allemaal? Maakt niet uit. Subscribe ook op dit kanaal. Als je het een goede video vond, is een aantrekkelijk knopje. Klik er zeker een keer op. En tot de volgende keer.